Het is weer het begin van de maand, dus het is tijd voor een nieuwe opgemaakt voor jullie. En ja, ik heb redelijk wat opgemaakt deze maand, maar het zijn vooral badproducten. Dus bereid je daar maar op voor. Maar laten we beginnen met het eerste product die ik opgemaakt heb die minder bad is. En dat is deze haarborstel. Ik kocht deze een tijd geleden, maar ondertussen is hij zodanig versleten dat de pinnetjes niet meer in de borstel blijven zitten. Dus ik moet hem altijd zo steken. En als er wat knopen in mijn haar zitten, dan vliegt het er gewoon weer uit. Dus het is zodanig ongemakkelijk. Ik heb gewoon een nieuwe haarborstel nodig. Dan heb ik ook een shampoo opgebruikt. Dat is deze Dove Advanced Hair Series Oxygen Hydration voor fijn haar. Ik kreeg deze op een Unilever event en ik was hier eigenlijk verrassend tevreden over. Mijn haar werd er lekker zacht door en ik kreeg wel wat lichte golven. Dus voor mij is dit een aanrader en deze is nu jammer genoeg op. Dan zijn we aan de badproducten gekomen. Ik heb echt heel veel badproducten opgebruikt deze maand. Laten we beginnen met deze Star Bright Star Melt of Starlight Star Bright badmelt van de Lush. Dit is nog eentje van de kerstcollectie van vorig jaar. Ik ben nu even al mijn producten van de kerstcollectie aan het opgebruiken, want ik had er nog een heel aantal liggen en de nieuwe liggen morgen normaal in de winkel. Dus ik wou deze nog al opgebruiken. Dan gebruikte ik ook een Golden Wonder Up van Lush. Dit is ook van de kerstcollectie van vorig jaar. Hierin zat een Cinder Badboom, ook van de kerstcollectie van vorig jaar van Lush. Deze is er dit jaar terug en ik vind dit een heerlijke bruisbal. Er zijn al twee reviews verschenen op mijn blog over deze bruisbal. Dus ik zou deze snel even gaan lezen en dan kijken of dat je deze eventueel ook zou willen uitproberen. En dan heb ik nog eentje opgebruikt en dat is de Luxury Lush Pot van Lush, ook van de kerstcollectie van vorig jaar. Ook een heerlijke bruisbal, een echte aanrader. En dan heb ik nog twee producten. Ook dit zijn eigenlijk badproducten. Ten eerste deze Glazed Apple Bad Jelly. Komt ook uit de kerstcollectie van vorig jaar. Ik heb nagenoeg alleen maar kerstproducten. Tja, het is september. Kerst komt eraan, maar het is toch nog wel steeds 4 maanden. Maar toch, dus de Bad Jelly. Een echte aanrader. Ik hoop trouwens dat ze dit jaar terugkomen. Maar we zullen zien. Ik heb maar eentje niet meer, dus ik hoop echt. Alleen nog twee, eentje van elke geur. Dus ik hoop dat ze terugkomen. En dan tot slot een van mijn lievelingsproducten van de voorbije maanden. Ik denk van het half jaar. En dat is deze knijp Sugar and Oil Body Scrub uit de Beauty Geheimlijn. En deze scrub is echt heerlijk. Het heeft een lichte geur, die gaat bijna met alles samen. Het heeft gewoon de geur van de oliën. En wanneer je deze aanbrengt, kun je echt goed scrubben met de stevige suikerkorrel die erin zit. Maar het voelt nadien ook goed verzorgd aan, omdat er de olie een laagje achterlaat op je benen, op je armen, overal waar je deze scrub eigenlijk gebruikt. En dat waren mijn opgemaakte producten van deze maand. Ik ben echt tevreden. Ik heb veel producten kunnen opmaken. Het zijn wel bijna allemaal badproducten. Die gaan meestal iets rapper op dan de meeste andere producten. Maar toch lekker veel. En ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Daag!